Wat vandaag hier plaatsvindt in de OBA in Amsterdam. We gaan vandaag kijken naar een filmcocktail. Dat is de laatste van deze avond, waarin vier films zullen worden vertoond van Amsterdamse filmmakers. Dit filmfestival laat zien dat er heel erg veel talent is hier in deze mooie stad. Van filmmakers, jong, oud en diversiteit in de breedste zin van het woord. En we hebben hier in de zaal ook een aantal mensen die ik ook even heel hartelijk welkom wil heten. Evenals de jury die aan de hand van deze vertoning vandaag ook een winnaar kiest. Ik wil jullie heel graag voorstellen aan de initiatiefnemer Kibret. En ik wens jullie een hele mooie filmcocktail toe. Dankjewel, Jijke. Dankjewel dat jullie hier zijn, mensen van hier in de zaal zitten. Maar dankjewel voor mensen die thuis vanuit huis naar het ABFF, de vijfde editie, aan het kijken zijn. En bij deze zeg ik, nou, dit is een filmfestival over Amsterdam. En grotendeel gemaakt door Amsterdammers zelf. Dus het gaat om verhalen vanuit haarvaten van onze stad. Mooie stad, bijzondere stad. Het staat van iedereen en hebben we ook verhalen zoals wij zo divers zijn. Hebben we ook een verhaal divers om met onze stadsgenoten te delen. En ik zou zeggen, veel plezier met de mooie films. Er komen vier films achter elkaar. Dit is ons laatste filmcocktail, maar dan hebben wij één cocktail die nog online te zien. Die is vanaf 20 uur online beschikbaar voor mensen vanuit huis naar te kijken. Dankjewel. We zijn op dit moment helaas aan het einde gekomen van de laatste filmcocktail voor deze avond. Maar natuurlijk kan je zometeen alles nog terugzien via het ABFF Festival website. Ding, dat is www.abff.nl. Neem vooral de tijd om al het moois van deze dag even terug te zien. Er is hartstikke veel moois vertoond. Net hebben we dus het laatste stukje bekeken. En ik wil heel erg graag met de mensen van deze laatste films in gesprek gaan. Dus er zijn hier achter ons stoelen neergezet. En ik wil als allereerste uitnodigen Arsema en Justine. Dus willen jullie alsjeblieft naar het podium komen? Anne, nou welkom. Anne in plaats van Justine. Kom er gezellig bij. En Arsema is er ook hier. Ja, applaus mag absoluut nog een keer. Welkom hier op het podium van het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Zijn jullie hier vandaag voor het eerst, dit jaar voor het eerst op deze editie? Vijfde editie? Met tweede keer. Tweede keer hier. Oké, okay, en als maker of als bezoeker? Of? Vorig jaar gewoon om mijn vader te steunen en nu zit ik hier ook met een als maker. Kijk, als maker, mooi. En jij, Anne? Ik zit hier zelf voor de eerste keer. Maar ik zit hier eigenlijk als vertegenwoordiger van het Gewilde Westen. Het filmpje okay. My Bellamy is uitgezonden als onderdeel van de uitzending van het Gewilde Westen. Dus ja, het Gewilde Westen is al in alle edities, geloof ik, vertegenwoordigd geweest. Kijk, maar jij bent hier nu vandaag voor het eerst. Ik ben vandaag hier voor het eerst. Kijk, en hoe bevalt deze online editie? Het is natuurlijk allemaal wat anders dan dat we gewend zijn, maar... Ja, het is een beetje vreemd, moet ik zeggen. Kijk, ja, een beetje vreemd. Maar we zijn wel ontzettend mooie films vertoond. Waaronder Zeker. Natuurlijk deze van je buurvrouw. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk als jullie allebei heel even kort in één zin of zo iets willen zeggen over de film van de ander. Wat was de indruk? Mag jij beginnen, Arsema? Ik vond het wel leuk. Ik had het nog nooit gezien. En... ook met die straat. Ik vond het gewoon in één zin. Ik vind het gewoon creatief en het is wel zoiets waardigs voor om op zo'n filmfestival te zetten. Ik vind het wel mooi. Mooie woorden, dankjewel.
En voor jou over de film van Arsema. Ja, het was gewoon echt een pure, zuivere vlog, moet ik zeggen. Gewoon echt jezelf in beeld en gewoon laten zien wat je doet. Dus ja, dat is mijn indruk van je film. Kijk, mooi. Okay. Ja, en dan ga ik gewoon gelijk bij jou even door. Want je zegt, Anne zegt eigenlijk puur jezelf laten zien. Je zegt net, je bent hier eigenlijk pas voor de tweede keer. Vorig jaar nog als bezoeker en als steuner van je vader. Maar nu dus ook als maker. En dan al gelijk in zo'n mooie film zoveel van jezelf laten zien. Hoe was dat? Het was wel gewoon zo'n natuurlijks iets of zo. Ik was niet van aan het twijfelen en zo, maar bijvoorbeeld vorig jaar was ik heel erg geïnspireerd toen ik hier kwam en ik dacht er niet zoveel meer van, maar toen dacht ik van als ik gewoon een filmpje maak voor de lol en dan later groei ik wel, lijkt me wel leuk, dus ja. Oké, en je zegt een filmpje voor de lol en later groei ik wel, maar als ik het filmpje zie dan lijkt het best wel alsof je heel erg vaak aan het vloggen bent, klopt dat? Of? Ik doe wel een beetje YouTube, ja. Oké, maar ook zelf of kijk je dan veel zelf van anderen? Oh, dat zeker ook wel, ja. Kijk. Ik kijk heel veel naar anderen, maar ik heb ook sinds misschien de zomer, daarvoor misschien nog, ook ik maak ook content op YouTube, een beetje. Oh, kijk, dus los van deze film die je nu hebt ingezonden, kunnen we je ook nog online op YouTube blijven volgen als we meer van je werk willen zien? Ja. Oké, mooi. Even kijken, want je zei eigenlijk ook in het stukje dat je deze plek, hè, en dan denk ik dat je met deze plek Amsterdam-Oost bedoelt, heeft jou gemaakt. En wat betekent dat dan voor jou, als je dat zegt? Want ik kan bijvoorbeeld wel soms zeggen van, het is niet per se dat ik me anders gedraag buiten Oost of zo, maar ik kan wel gewoon sommige eigenschappen van mezelf zien of dingen die ik heb geleerd, waar ik wel denk van, als ik niet daar vandaan kan, dan zou ik niet zo zijn. Of dan zou ik niet zulke dingen weten en zo. Zulke kleine dingen wel. Oké, dus Oost is echt diep in jou. Jij bent Oost. Ja, zoiets. Ja, nou, heel mooi. Dat mag. Dat mag zeker. En jij, want bij jou is de film natuurlijk in West gemaakt, toch? Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja? En kom je zelf ook uit West? Of? Ik woon zelf in Oud-West. Oké. En wat is jouw manier waarop je binding hebt met deze film? De film is gemaakt, zei ik al eerder, als onderdeel van de uitzending van Het Gewilde Westen. Het Gewilde Westen bestaat al zeker 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar. Als buurt-tv van eerst alleen van Oud-West en nu ook van West. Er is een maandelijkse uitzending op Salto. En er worden ook korte filmpjes, zeg maar, die onderdeel zijn van de hele uitzending van een half uur. Korte filmpjes worden ook op YouTube geplaatst. Oké. Dus, en het Gewilde Westen, ja, doet gewoon verslag van alles wat er gebeurt. Grote en kleine gebeurtenissen in West. Dit was een van de dingen die het afgelopen jaar gebeurd is in West. Kijk, dus eigenlijk ook voor jullie kunnen we nog heel veel moois uit West terugzien online. Dus het blijft zeker niet. Ja, maandelijks een half uur bij Salto. En de onderdeeltjes uit die uitzending zijn op YouTube en soms ook bij Salto op de website te bekijken. Mooi. Ja, en want ik had een paar dingetjes meegeschreven die ik de kunstenaar hoorde noemen in de film. En hij zei onder andere over metaal, sterk, buigzaam. Je hoorde hem over de ziel van zijn kunst, over inclusie, diversiteit. Hoe is dat in West? Hij is eigenlijk een soort levende reclamezuil voor het West en voor de Bellamystraat in het bijzonder. De Bellamystraat is echt een heel mooi klein straatje in Oud-West. Waar mensen elkaar heel erg goed kennen allemaal. En waar gezamenlijk dingen ondernomen worden. Zoals wat hij ook noemt in het filmpje. Het Bellamy mannenkoor. Mm-hmm. En hij is opgenomen in de buurt. Hij heeft daar zijn plek en zijn draai gevonden. En dat geldt voor heel veel mensen in West. Die daar terechtkomen. En die om zich heen kijken, die verbinding zoeken en vinden met hun buren en met hun buurt. En die daar zo hun leven vormgeven, zeg maar.
Ja, en is dat ook wat West voor jouzelf betekent? Kan je zeg maar, hij vertaalt natuurlijk een bepaalde passie in de kunst, maar het zegt ook heel erg veel over de buurt waarin de kunst wordt gemaakt. Deel je die gevoelens die worden benoemd in de film over de buurt? Ja, die deel ik wel. Ik ben zelf niet als buitenlander als vreemdeling in het West terechtgekomen. Ik woonde eerder al in andere buurten van Amsterdam. Maar ik vond West altijd al een hele leuke, mooie buurt. Dus ik ben erg blij dat ik daar uiteindelijk terechtgekomen ben. Kijk, dus typisch mooi dingen om te zeggen op zo'n filmfestival, waar het natuurlijk heel erg draait om juist wat er in de stad en al die wijken gebeurt. En ik denk dat dat hartstikke mooi in kaart is gebracht met de film. En even kijken, want de film van jullie is natuurlijk heel erg duidelijk in de coronatijd ook tot stand gekomen. Hè? Er wordt ook gezegd van de expositie kon niet plaatsvinden zoals hij bedoeld was, maar hij is dus naar buiten verplaatst. Hoe zat dat met jouw film, Arsema? Is die ook in deze periode gemaakt of al daarvoor? Of? Ja, wel, ik weet niet precies. Volgens mij was het een beetje eind september, begin oktober, denk ik. Ja. Dus ja, wel. Oké. En ja, want wat eigenlijk wel in beide films naar voren komt, is ook een stukje creativiteit. Hè? Wat is het belang van creativiteit voor jullie in deze films? En mag jij beginnen? Een beetje iedereen anders bij creativiteit. Je ziet niet altijd hetzelfde en iedereen heeft zijn eigen versie ervan. Dus het is allemaal wel vergelijkbaar, maar je ziet ook bij al deze films van vandaag gewoon. Het is iets anders bij iedereen. Iedereen doet het op een eigen manier. Ik vind het wel mooi zo. In plaats van dat iedereen hetzelfde doet of zo. Kijk, mooi. En wat is creativiteit voor jou of creativiteit in de stad? Dat vind ik een hele moeilijke vraag om antwoord op te geven. Ik ga even. Wat je ziet bij Danielle Scouso, de kunstenaar, die heeft gewoon echt een drive om dingen te maken en te laten zien aan de wereld. Ja. Ik heb dat niet. Ik heb die geldingsdrang niet, of pretentie, of hoe je het noemen wil. Maar ik wil wel heel graag, zeg maar, deze mensen die op zo'n manier iets willen maken en laten zien, of die een verhaal willen vertellen, die wil ik dan graag weer laten zien. Een podium geven door middel van. Dus dat is mijn reden om deze dingen te doen. Nou, dat is ook volgens mij een hele mooie vorm van creativiteit. Want dat bestaat natuurlijk in alle soorten en maten. Ik wilde heel even weten, zijn er uit de zaal misschien nog vragen voor deze filmmakers? Zag ik daar een hand? Of ja, ik zie een hand. Zegt u het maar. Ja, ik vond het heel geweldig voor deze jongen vertelde. Ja, helaas kan ik jou daar geen antwoord op geven. Maar ja, ga er gewoon wel vanuit dat hij een bepaald gevoel heeft bij materialen en ook bij gereedschappen. En dat, ja, inderdaad, dat zo'n bankschroef, dat die heel oud is en dat die al veel gebruikt is door anderen, dat voor hem het voorwerp een extra waarde geeft. Wat ik wel heel erg mooi vind, is dat hij tussen al dat Engels door, dat hij het ding een bankschroef noemt. En ik vond het ook heel erg jammer dat hij het interview niet in het Nederlands wou doen, want eigenlijk spreekt hij fantastisch Nederlands. Maar hij voelde zich daardoor nog te onzeker over. Maar hij heeft in Bert Meister, de man met wie hij zijn atelier deelt, heeft hij niet alleen een leermeester in de metaalbewerking, maar ook in het Nederlands. Die praat alleen maar Nederlands tegen hem en die wil ook alleen maar het Nederlands verstaan. Terwijl eigenlijk Bert ook wel weer heel veel Engels oppikt van Danielle. Zij geven elkaar ook weer steeds nieuwe dingen en ze leren van elkaar en ze. Danielle is heel erg in de buurt geïntegreerd, mede door met behulp van Bert. Maar Bert pikt ook heel veel dingen weer op van Danielle. Kijk, mooi. Dus er gebeurt daar van alles op de plek. Er gebeurt daar van alles. Plek, ja, mensen ontmoeten elkaar, mensen leren van elkaar, mensen inspireren elkaar. Je ziet verder ook in het filmpje allemaal mannen die daar aan het helpen zijn met het takelen en dergelijke. Dat zijn ook allemaal bewoners uit de buurt en uit de straat. Die hem komen helpen gewoon. Maar die komen ook gewoon koffie bij hem drinken in het atelier als hij aan het werk is. Dus die zijn gewoon met z'n allen bezig om daar een succes van te maken van deze tentoonstelling.
Nou, ik denk dat de successen zowel voor de tentoonstelling als voor de beide films fantastisch zijn gelukt. Ik zou heel graag nog ontzettend veel meer van jullie willen weten, maar we moeten helaas afronden. Dus ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie prachtige films, maar ook voor jullie verhaal bij de films. En ik wil eigenlijk van jullie nog even een heel hartelijk applaus voor deze twee dames. Dank jullie wel. Dank je. En dan wil ik heel graag de volgende sprekers uitnodigen, volgende makers. En dat zijn Christine en Patrick van de laatste twee films van deze cocktail. Kom er lekker bij. Ja, een mooi applaus. Inderdaad, nog even een goeie met z'n allen tegelijk. Ja, precies. Welkom. Ik zag twee super verschillende mooie films. Allebei ook weer heel erg van genoten. En ik vind het eigenlijk ook aan jullie heel erg leuk om eventjes, of van jullie leuk om te horen wat jullie van de andere film vonden. Dus wil jij beginnen, Christine? Ja, zeker. Ik moet even gewoon toegeven dat ik, zoals Danielle in die andere filmen, ook een beetje onzeker over mijn Nederlands zich voelen. Oh. Maar ik vind het fijn om eigenlijk in het Nederlands te spreken natuurlijk. Maar mijn moedertaal is Engels. Over jouw film, ja, ik vond het echt zo'n prachtig verhaal van een vader die echt gewoon wil voor zijn kind echt een soort gelijk mogelijkheden creëren. En ik vond het ook een mooi beeld van gezelschap en ik vond het echt prachtig. En ook gewoon, ja, zo wat blijheid bij deze kinderen vond ik ook gewoon prachtig, ja. Mooi vastgelegd ook in de film, vond je? Ja, ja. Dat is een mooi compliment, denk ik, toch? Ja, zeker. Ja. Mooi om te horen, ja. Oké, en wederzijds, wat vond jij van de andere film? Nou, ik vond het concept gewoon fantastisch, juist voor deze tijd. Ik heb ook aan zoiets zitten denken. Maar je hebt het echt heel mooi, heel snel, heel... gewoon al die dingen van nu, zoals wij nu leven. En er toch drama-elementen in te zetten, waardoor je benieuwd bent hoe het afloopt. Gaat het lukken? En zo. En dan uiteindelijk zo'n boef, zo'n einde. Maar ik vond het echt een heel mooi concept om het op die manier te doen. Dus echt, ja, ik heb ook in die tijd gezeten. Dus ja, corona begon. En dacht ik, wat ga ik doen? Ben ik gewoon met een auto gaan rondrijden, dashcam. En gewoon straten vast te leggen. Want het, nou, een mooie tijd. En dat zijn ook van die dingen. Dat je van, ja, hoe kan je toch iets doen nu met film? Ja, heel mooi. Ja. Kijk, ja, en wat jij zegt is ook echt wel grappig. Je zegt hele treffende beelden, hè? Heel herkenbare beelden. Ik denk eigenlijk ook wel misschien voor alle mensen hier in de zaal, voor de kijkers thuis, iets wat we misschien wel heel veel hebben gezien. De Zoom die weer geopend wordt, half in je pyjama zitten, even roepen over de stofzuiger tussendoor. Want je hebt dit zelf geregisseerd. Of met Daniel Hillel Tuk, ja, hij helaas kon niet vanavond bij zijn. Maar ja, het was ik heb het geschreven en dan hebben we het samengemaakt. En het was vanaf het begin echt een idee van, oké, wat zijn eigenlijk... Ja, in coronatijd zijn we wel beperkt. Ik had oorspronkelijk een idee van, oké, misschien kunnen we meerdere camera's gebruiken. En dan zie je wel gewoon hoe Shiro zo mooi goed uitzien. Maar dan rond haar heen is het een soort rommel van alles en nog wat. Maar uiteindelijk, ja, met gewoon coronaregels en alles. En ook gewoon om de hele kast te gebruiken. Ja, we wilden echt gewoon, we konden het alleen maar zo'n screenlife film maken. Gewoon waar... We delen echt Shiro haar leven door haar scherm. Ja, ja, want eigenlijk toen ik je net beneden even sprak in de foyer, of hoe we het ook willen noemen, zei ook van, nou, ik vind het echt wel best wel spannend, want dat wordt nu vertoond van een scherm op een scherm. Hoe is dat bevallen als je het hier zo op het grote doek hebt gezien? Ja, het is super tof. We hadden wel een evenement tijdens de zomer met de Orange Theater Company. En dan hadden we ook een moment waar we konden dit op een grote scherm zien. Maar dat is nu, het voelt als, bijna als een leeftijd geleden, juli. Dus eigenlijk om het weer te zien en eigenlijk toch nog tijdens een andere lockdown. Dan voelt het ook weer heel spannend en fijn om eigenlijk zo'n intieme ervaring om een deel te gaan scherm te gaan delen. Om, ja, dat plotseling eigenlijk tot iets groters is gemaakt. Weet je, het is zo intiem eigenlijk op een kleine scherm. En dan plotseling deel je het met iedereen op zo'n grote scherm. Dus ja, dat is tof. Ja. Kortom, het is best Ja, het is heel tof. Maar ik vond het ook wel heel knap om dan
je zit eigenlijk naar eenzelfde setting te kijken. Ja. Maar er zit toch heel veel creativiteit in. Ik vind het heel knap hoe je toch geboeid blijft. En ja, grappige momentjes. Ik voelde ook heel erg bij het kijken de verschillende fases waar de film doorging. Want er is een soort van paniek, want corona en we moeten doorgaan, maar er is geen geld. Maar er is ook plezier en passie voor wat ze aan het doen zijn. Dus ik vond het heel bijzonder om dat allemaal terug te zien. Ja, mooi dat je dat zegt. Ja, mooi dat je hebt dat ook meegemaakt. Want dat was ook wat wij wilden echt communiceren met de maker van het film. En zeg maar de snelheid van de film ook. Dat, ja, we hebben het eigenlijk in juni opgenomen. Maar eigenlijk, het gaat over april. En als we denken echt aan hoe iedere maand van dit jaar anders is van de maand daarvoor. Ja. Dat we wilden echt gewoon recreëren de intensiteit van april. Want dat was echt een soort, er komen nieuwe regels. En hoe voelt dat eigenlijk? Maar we moeten ook gewoon doorgaan met onze passie en alles. Dus het was echt een uitdaging om eigenlijk bij deze gevoelens te proberen gewoon te blijven. Ja, ja nou, de gevoelens van de passie vond ik in ieder geval heel duidelijk terug te zien in de film. Ja. En dat vond ik eigenlijk ook van jouw film. Want ik zag al die vrolijke gezichten. Hè, dat wordt ook genoemd onder andere door de vader. Dat een van de redenen is waarom hij het team heeft opgestart. De blijdschap van de deelnemende kinderen. Want hoe was dat voor jou om dit zo te mogen filmen? Want daar spatte heel erg veel passie vanaf. Vertel wat over je ervaring. Ja, dus het zijn van die films waarbij als je klaar bent met filmen, die dan in één keer beseft van, jeetje mine, waar was ik eigenlijk? En als je je film maakt, dat je gewoon, tot nu toe raakt het me enorm. En dus ik kan er 100 keer naar kijken en dan elke keer denk van, jeetje mine, wat een, ik leef echt mee met de hoofdpersonen, om het als filmmaker dan te zeggen. Om het mee te maken was het ook best wel lastig om het te organiseren. Want ondanks dat ouders wel hun kind richting club nu proberen te sturen, dat het taboe een beetje aan het doorbreken is, was het toch ook weer extra om dan ook nog een keertje direct op film te komen. Mm-hmm. Die kinderen zelf, die vonden het gewoon fantastisch. Julian vond het fantastisch, die vader vond het fantastisch. Uiteindelijk is het ook wel gelukt. En wij zijn heel erg laagdrempelig, hè? Dus ja. We komen niet met hele camera's, super settings en iedereen moet alles 10 keer opnieuw doen. We zijn met een super klein cameraatje ook gegaan om gewoon zo, dus het risico nemende dat het qua andere dingen, qua geluid en beeld niet altijd 100% is. Ja. Maar gewoon om gewoon vooral die intimiteit gewoon te kunnen behouden. De echtheid ook van het moment. De echtheid te kunnen behouden. En dus ook weinig editen. Nou, we hebben al heel de stukken eruit gehad natuurlijk. Maar ja, het is gewoon echt zo echt mogelijk te laten zijn. Hmm. En wel goed doorsproken van tevoren. Maar uiteindelijk het gewoon laten gebeuren. Want je weet ook niet wat iemand gaat zeggen. Nee. Nee, en dat vond ik eigenlijk ook wel, want je noemt ook zelf het taboe, wat natuurlijk ook aan het begin van de film door de vader wordt gezegd, dat er gewoon veel taboe is onder donkere mensen bij mensen met een verstandelijke beperking of een andere vorm van een beperking. Maar ik merk eigenlijk, naarmate de film wat op zijn einde loopt, dat daar eigenlijk ook weer mensen in beeld komen die eigenlijk zeggen, ja, weet je, we hebben het al een beetje doorbroken. Het gaat steeds, het is steeds minder een taboe. Heb je dat ook ervaren tijdens het maken van die film? Dat veranderde? Ik denk dat en waarom wij ook films maken en waarom ook zichtbaarheid, daar gaat het om. Taboe kan alleen maar doorbroken worden door te doorbreken, door te laten zien wat er gebeurt. En niet alleen wij die toevallig een film maken, maar ook het feit dat ze dus overal nu voetballen. Ze spelen competitie, ze gaan overal naartoe en dat posten ze ook op sites en op Facebook en weet ik veel waar allemaal. En dat is, op een gegeven moment wordt het taboe daardoor gewoon doorbroken, omdat de mensen het gewoon laten zien en zich er niet voor schamen. En dat is gewoon echt wat te danken aan de vader van Julian en die trainers. Die trainers waren echt eigenlijk hele. Want ik was trouwens zelf trainer daar ook, hè? Bij die club, dezelfde. Ja, voetbaltrainer ook. Ja, toen niet meer, maar
dat waren echt van die trainers die alleen maar wilden winnen. En eigenlijk voor hun, en dat, ja, je kan niet alles in een film stoppen, maar voor hun was het ook een heel proces om eigenlijk als trainer die alles wil winnen, en ik een heel andere beleving van het voetbal moet gaan meemaken. Dat het, ja, sommigen zeggen, maar het is maar een spelletje voetbal. Nou, zo denken we niet. En ook die kinderen niet. Die kinderen willen ook winnen. Ja. Die kinderen willen gewoon winnen. En ja, dus dat voor hun was het een heel proces om gewoon, ja, hele andere dingen mee te maken met die kinderen. En uiteindelijk toch weer te komen tot willen winnen. Maar toch op een andere manier dan ja, laten we zeggen bij G. Oh ja, wij zeggen G-voetbal, maar het is G-voetbal. Maar G-voetbal is dan meer van Zuidoost, doen we daar. Kijk, ja. Ja, maar dat wat je benoemt over het winnen, ik denk dat dat ook heel goed terug te zien is in de film. De kids winnen, want die kunnen gewoon voetballen, wat ze altijd al wilden. Maar die trainers die eerst winnen, daarbij een andere gedachte hadden, laat het zo zeggen, die zien dat winnen ook is om met die kids aan de gang te gaan en ze te begeleiden en een prachtige ervaring mee te geven. Ja, en kracht zetten. En een kind die gewoon vroeger zo liep en de bal echt niet kon raken, dan gewoon na één jaar misschien die bal in één keer kan raken. En ja. Een team, ja, wat vroeger alle kanten opliep. Als ze het veld opkwamen, die weten nu, oh ja, we zijn een team. En ja, precies. Dat soort dingen. Nou, ik denk dat je film daar ontzettend mooi aan bijdraagt. Ook om dat gewoon goed te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En om de taboes te doorbreken. Dus heel mooi. Dat doen we graag, ja. Top. Ik heb nog heel even, is er nog iemand die één korte laatste vraag heeft? We moeten bijna afronden. Geen korte. Hebben we nog een heel kort moment voor een iets langere vraag? Of nou, kort moment voor lange vraag. Komt u maar op. Dus de vraag is of de film een goede weergave is van hoe de nieuwe maatschappij is. Omdat ik dus zeg, anderhalve meter maatschappij is geen maatschappij. De anderhalve meter maatschappij vindt u geen maatschappij. Oké. En wat is de reactie? Oké, dus volgens u, ja, we moeten echt gewoon een team samenkomen om echt. Oké. Ja, nee, niet volgens mij, helemaal niet. Wat ik heel mooi vind van het eind van ons film is eigenlijk dat ze hebben echt samengekomen binnen gewoon de beperkingen van corona. Ze hebben echt samengekomen om te beginnen, om te denken, wat is onze volgende stap? Waar gaan we naartoe? En ik hoop dat je wat hoop krijgt eigenlijk. Dat eigenlijk we komen weer samen gewoon, ja, minder dan anderhalf meter afstand van elkaar. Dat we komen weer samen om te spelen, om op te treden, om King Lear niet door Zoom te doen, maar wel in het echte te doen. Maar ik denk ook als iemand die wel gewoon uren iedere dag op Zoom moet zitten. Ik hoop dat is niet de toekomst en ik denk dat het niet de toekomst is. Maar ik ben wel onder de indruk hoe zoveel mensen hebben het gewoon hun best gedaan. En ik ben onder de indruk van de cast van ons film. Hoe zij hebben echt de Zoom live tot leven gebracht. En het mooi gemaakt eigenlijk. Hoe je wel gewoon om met elkaar kunnen gaan. Toch door Zoom. Het is geen eind van de wereld, zeg maar. Nee, en volgens mij wordt er ook in de film door een van de spelers gezegd, het nieuwe normaal wat niet normaal is. Precies. Hè? Dus ja. Misschien is dat ook een kleine hint als antwoord op de vraag. Maar laten we kijken wat er allemaal mogelijk blijft in deze bijzondere tijden. En elkaar op blijven zoeken. En dat was in deze beide films heel mooi zichtbaar. Dank jullie wel. We moeten helaas afronden en afsluiten. Want de jury wil in beraad gaan over de winnaar van deze dag. Dus ik wil van het publiek wat hier zit nog even een heel hartelijk applaus voor deze twee makers. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. De films die komen allemaal online via www.abff.nl. Voor nu ga ik jullie heel hartelijk bedanken in de zaal, maar zeker ook de mensen thuis. Dank jullie wel voor het kijken. Alvast bedankt voor het stemmen. En hopelijk zien we elkaar sowieso volgend jaar fysiek, maar zometeen nog even online via de prijsuitreiking. Tot straks.